Vrienden, welkom bij Boos seizoen 10, aflevering 10. Dit is de Boos eindejaarshow vanuit de Melkweg in Amsterdam! Ja, deze week de grote 2023 eindejaarshow. We gaan terugblikken op het afgelopen jaar waarin er ook weer deuren zijn opengetrapt. Hallo! Oh, wauw. Wat is dit? Wij zijn van het programma Boos. Boos? Ja. Matthew, eerst met die spullen. U mag niet aan mij zitten, dat mag u helaas niet doen. Moeilijke vragen zijn gesteld. In hoeverre ben jij daar verantwoordelijk voor? Nou ja, verantwoordelijk... Nee, met je cameraatje zo, boem, 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 boem. Ik heb geen cameraatje. Ja, maar je stond zo, boem, top secret. Kom aan. Nou ja, gewoon omdat je ze in zo'n toren als dit gewoon niet tegenkomt. No, je suis désolé. You are not going to tell us that we are not following the law. You are not following the law. En alles uit de kast werd gehaald om jouw problemen op te lossen. Hij gaat zijn hond halen. Wat moeten we doen? Beveiliger. Even. Nee. Gaan we dat het daar. Zin in. Daar gaan we. Hallo. Goedenavond. Ja, het is bijna zinloos om te vragen, maar hebben we er zin in vanavond? Ja! Nogmaals, voor iedereen hier en de mensen thuis, welkom allemaal. Vanavond blikken we dus terug op het afgelopen jaar, op de wereld, op onszelf. En we kijken vast een beetje vooruit naar 2024. We hebben leuke dingen voor jullie in petto, zoals nog nooit eerder vertoonde beeldmateriaal. En misschien zelfs hier en daar een verrassingtje. En dan nogmaals de vraag, hebben we daar zin in? Ja, tuurlijk hebben we daar zin in. Let op. 2023 was een bewogen jaar en we hebben heel wat te bespreken met jullie. Maar we beginnen even met wat leuke boosstatistieken voor de administratie. Let op. Allereerst, jullie keken afgelopen jaar bij elkaar opgeteld meer dan 6 miljoen uur naar Boos. Dat is bijna net zo lang als Helle Huizinga nodig had om zich klaar te maken voor een première. Ja. Over Helle Huizinga gesproken, dat was onze best bekeken aflevering van 2023. 1,2 miljoen kijkers. En het Booskanaal heeft op dit moment 992.000 abonnees. En dan zijn jullie dus met bijna 1 miljoen. Vinden wij mooi. En voor iedereen die thuis zit en denkt, oh nee, ik ben nog niet geabonneerd, wat nu? Nou, we wilden eigenlijk tegen jullie zeggen, geen zorgen Hollander, het is gratis, dus abonneer. Maar sinds 22 november hebben we geleerd dat we beter kunnen zeggen, bij genoeg abonnees stoppen we migratie, dus klik hieronder op abonneren. Ja. Lieg ik of niet? Nee, volgens mij niet, nee. Nog even een paar getallen. De meeste kijkers, namelijk 73%, en dat zijn jullie tussen de 18 en 34 jaar oud. 2% was 65 jaar en ouder. En dat waren de ouders van Jeroen Rietbergen die pas afgelopen jaar naar de uitzending over The Voice durfde te kijken. Dit wordt de avond, sorry alvast. Ja. Nou, van de 33 uitzendingen dit jaar zijn er 3 met iemand die Jeffrey heet. Dat is 9% van onze uitzendingen. Zijn er Jeffreys in de zaal? Wat is de kans? Nou, van die Jeffreys was 33% weer vuurwapengevaarlijk. Maar deze man moeten we weer, dat is echt waar, maar niet verwarren met die andere vuurwapengevaarlijke man, namelijk deze. Want die had afgelopen september het plan om mij dood te schieten omdat woke een gevaar is voor de samenleving. Iets wat Primark Rutte, onze demissionair minister van Justitie en Veiligheid, vorig jaar trouwens ook zei. Het is misschien ook niet heel gek, want we weten allemaal toch hier dat de meeste schoolshootings gebeuren door pride-tompoezen met AK-47's. En dat er jaarlijks 50.000 mensen sterven aan regenboogzebrapaden. Dat weten wij ook wel, dat weten wij ook wel. Al met al. Genoeg om uitgebreid te bespreken en dat doen we dus graag met jullie. En dus hebben we op de redactie na zitten denken, hoe kunnen we dat nou het beste doen? En we hebben een totaal nieuwe vorm bedacht waarvan we zeker weten dat het aanslaat en nog nooit eerder is gedaan. Namelijk... Het is donderdag, 21 december. Dit is de eindejaarshow met Tim Hofman. Hallo. Zo. Goedenavond en welkom bij de eindejaarshow. Mijn naam is Tim Hofman en we moeten het vanavond hebben over een hardnekkige epidemie, namelijk... Crypto Kevins. Het was weer een bijzonder jaar voor jonge mannelijke podcastmakers. Uit recent onderzoek blijkt dat al die beloftes over snel geld verdienen namelijk heel veel invloed hebben op de ontwikkeling van Jordi en Ryan uit 5havo. Ze gaan er namelijk allemaal hetzelfde uitzien. Je kunt ze herkennen aan hun Crypto Kevin starter pack. Dat zijn deze broek, deze schoenen, deze zonnebril en deze polo. En natuurlijk, dat is misschien het belangrijkste, deze mindset. Kijk, wetenschap heeft het toch niet altijd goed. Nee, zo is het ook. Nou, en dat brengt ons bij het afgelopen seizoen van Boos. Daar zagen we weer wat nieuwe e-com-gurus. In de studio onze e-commerce-expert Jens van Pietersson. Jens, hoe was de e-com-game als we kijken naar afgelopen jaar, bro?
Heel mooi, ja, leuk dat je vraagt, Bo. Kijk, die e-com game blijft sowieso gewoon een vette markt. En voor mij persoonlijk, kijk, als ik mijn Q1 van dit jaar vergelijk met mijn Q1 van vorig jaar, ja, dan heb ik sowieso, denk, 10k omgezet in 0 euro. En als... mensen vragen dan ook best wel vaak aan mij, Jens, je moet kiezen, kutje of omzet, dan zou ik altijd gaan voor omzet. Snap ik, man, bro. Snap ik. Heel vet. Is er meer? Ja, 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 man, bro. Sowieso, sowieso. Kijk, ik ben met al mijn boys in 23 op een nieuwe hype gesprongen. Dit is mijn go-to tip voor iedereen. Geloof me. Luister, papa, je gaat hier heel veel geld ja, in. Ja, ja, ja. Alleen de echte guys in de industrie doen dit. Al mijn ondernemersvrienden, en dit is mijn tip. Ik heb gewoon de afgelopen 23 jaar een kamer geboekt in Hotel Mama. Oh nee, vertel eens. Ja, ja, ja. Wat vet. Bro, wat vet. Ik meen het echt. Al mijn bro's doen het. Ik zag het eigenlijk voor het eerst bij Sam Mai. Oh, dat is zijn ma. Oh, godse. Wat? Ja, die heb je natuurlijk wel gezien. Het is zijn moeder. Zijn moeder, ja. Zijn vijf doen. Ja, die woonde gewoon nog thuis. Ja, en ik zag het ook op een gegeven moment bij een andere zuidelijke boy van mij. Dat is een jongen van de e-com guru. Deze e-commerce. Oh, mijn god. Ik geloof het toch niet. Hoe kan dit nou? Ja, dus als je vermogen wil blijven stekken, is mijn tip, blijf bij papa en mama wonen. En think about it, hou die denkende mind unshot. Zij... Ja, ja, ik luister. Zij betalen jouw eten, zij betalen jouw huur, jij krijgt elke week een passief verschoond dekbed. Ja, dus eigenlijk een beetje van passief inkomen naar passief thuiskomen, bro. Ja, ja, ja. Ja, maar je wil ook nog toch die AMG'tje pakken nog? Ja, maar luister, het gaat ook over AVG'tje mindset. Wat is dat dan? Dus, dat is gewoon met paps en mams aan de eettafel. Ja. En het allerziekste is eigenlijk dat je gewoon naar de buitenwereld kan blijven doen alsof je stacks maakt. En dat is de mindset. Lekker bro, Jens. Man. Thanks voor je expertise. Goed om weer op de hoogte te zijn. Wil je meer tips over vette manieren om geld te verdienen? Check dan Jens' nieuwe podcast, Papa, Mama, ik ga money maken. De eerste gast is goklobbyist Helma Lodders, die uitlegt hoe je op basisscholen kan pleiten voor gokkasten in groep 2. Nou, gaan we door naar iets anders. Zoals we inmiddels al weten, slaat Juice aan, goed bij onze kijker. En daarom hebben we vandaag in de studio uitgenodigd onze Juice-koningin en roddel-expert Emma van den Berg. Emma, heb jij nog Juice liggen voor de mensen hier en de mensen thuis? Jazeker. Kijk, ik dacht, ik raadpleeg even mijn spionnen. Maar toen bedacht ik dat ik die helemaal niet heb. Dus we gaan iets anders doen. Ik heb namelijk wel heel veel materiaal wat het niet heeft gehaald in onze uitzending. Oh, Emma, speel minimaal een theetje. Ja, ga ik zeker doen. Ja, kijk, op een schaal van droog naar juicy hebben we... Ik denk dat er twee dingen wel echt vooral zijn bijgebleven afgelopen jaar. Allereerst is daar dan Hella Huizinga en daarnaast hebben we Fedwa Kenzari. Hella die heeft na de uitzending contact opgenomen met Max en Simone. Dat waren de gedupeerden uit onze uitzending. Die willen heel graag met Hella om tafel met een mediator erbij. Ze willen ook dat Hella dat geld over gaat maken naar een goed doel. En dat is op het moment van opname nu nog niet gebeurd. Maar daar heeft Hella wel echt een hele goede reden voor. Oh ja, ja, wat ja. Is die reden dan? Daar kunnen we wel even naar kijken. Gisteren stond ik op een première. En wat heb je vandaag dan gedaan? Gisteren stond ik op een première. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Ik vind dat best logisch, ik vind dat ook best duidelijk en ik snap het gewoon. Maar Hella was niet de enige met een opvallende manier van communiceren. We hebben namelijk vorige week in Lupikoffie hebben we Nico, woordvoerder Nico, ontmoet. Ja, ja, herinner ik me. Dat was eigenlijk echt een van de meest zelfverzekerde mannen die ik ooit heb gezien in mijn leven. Maar dat is ook niet zo gek, want wat blijkt nou? Ja? Dat is een collegaatje van mij. Een collegaatje van jou? Ja, ja. Niet? Ja, Nico is eigenlijk een soort... Hij heeft ook een eigen kanaaltje. Hij is een soort Juice King. Ja. Hij heeft namelijk een kanaal dat heet Boomer Juice. Dat is ontzettend vet. En hij had ook van zijn spionnen... Ja, best wel gevoelige informatie. Dat over meen jij? Jou. Ja, nou, ik vind het ook heftig. Ja, het is best wel crazy, maar we hebben er beelden van. Ja? Misschien moeten we er even naar kijken. Je woont in Bennekom. Wie? Jij? Ja. Van wie heeft u dat dan? Dat is mijn bron. Oh. Jij hebt ook die bronnen die je niet bijschrijft. Nou, ik vind het heel heftig dat het zo naar buiten moet komen. Ja. 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 Ja, en toen? Ja, kijk, in Nico's zoektocht naar de waarheid over BN'ers... heeft hij daarna ook ineens vanuit het niets een appgroep aangemaakt. Met daarin eigenlijk maar twee deelnemers, namelijk hij zelf. En de man hier naast mij, Jens. Die appgroep heeft hij ook een heel onthullende naam gegeven, vind ik zelf. Namelijk Hofman Bennekom. Oh, nee. Ja, ja. Oh.
Dus als ik het goed begrijp, heeft hij een appgroep opgericht die Hofman Bennekom heet. En daar zitten dan twee mensen in, namelijk hij en Jens. Ja, dus eigenlijk is het gewoon een soort privégesprek. Ja. Jens, klopt dit? Ik snap het ook niet zo goed, maar dit is echt waar, ja. Dit is echt waar. Ja, ja. Oh. En wat zei hij daar dan in? Ja, wij hoopten natuurlijk op allerlei sexy boomer juice, zoals een dickpic van Jan Slachter of DM's van Bram Moskowitz. Maar in plaats daarvan gingen we spontaan terug naar 1640... omdat Nico per ongeluk woorden gebruikte zoals... ja, wat was het? Dwingelandij? Ja. En wat nog meer? Ja, en terreur. En terreur, Tim... terreur is gewoon niet zo juicy. Dat is het probleem met terreur, hè? Het is niet zo juicy. Nee, ja. Nee. En dwingelandij moesten we even googlen. En dat blijkt dus dat het boomertaal is voor... Nico, je bent een zieke aansteller. Ja, klopt. En Nico's nonsens deed ons ook wel een beetje denken aan Fedwa Kenzari, hè, waar ik het net ook even over had. Die heeft kort geleden helemaal een filmpje over ons gemaakt. Filmpje? Ja, is een soort Oppenheimer. Het duurt namelijk 2 uur lang. Ja. Zeg. En in die 2 uur, hoeveel bewijs heeft ze aangeleverd waaruit blijkt dat ze de donaties juist besteed heeft? Ik heb dat even zitten natellen, maar dat is dus precies 0 bewijs. 0 bewijs? Ja, geen. Ja, en over verder waar gesproken. Naast Emma zit onze krokant gebakken taalkundige Jens van Pietersson. Jens, in 2023 hebben we een paar opvallende uitspraken gehoord. Eentje was echt aan jou gericht. Kun je hier wat meer over vertellen? Hè? Dus taalkundig is het heel boeiend. Ja, ik wil je heel graag even meenemen in de volgende observatie. Namelijk kaasstengel Jens. Dat is de naam die ik blijkbaar heb in de telefoon van Fedwa Kenzari. Hoe weten we dat? Ja, omdat zij dit screenshot naar ons heeft gestuurd. Oké, Jens, maar leg even vanuit je expertise uit wat kaasstengel dan precies betekent in deze context. Eigenlijk is dit gewoon een soort hartig scheldwoord. Ja, dus niet een soort nice bijnaam, hè? Zoals frikandelbrood Fedwa of kaasvlinder Kenzari. Ja, of Tosti Tim of zo. Maar ja. Er waren dit jaar meer hartige taaltrends. Namelijk ook wat minder heftige manieren voor communiceren. Iets meer de nuance opzoeken. Ja. Daar was Tijman Johan een heel goed voorbeeld van. Ja, dat is goed. Ja. Ja, onder die piep stond ik trek je kankerkop eraf. Ja. Dat werkt, is duidelijk en ook een soort lekkere alliteratie. Ja, het allitereert lekker. Ja, ik heb het ook onthouden hoor, als goed verfrissend nuance. Dat was fijn bij Johan, een soort Willem Engel eigenlijk. Ja. Ja. En dan Jens, naast jou zit dan Emma van den Berg, die is life- en loopbaancoach. Emma, wat waren de trends in 23? Ja, Tim, wat we toch heel veel zien, vind ik echt hartstikke mooi, is dat er heel veel mensen supergoed in hun kracht zijn gaan staan door de feiten niet voor de waarheid aan te nemen. We zagen dat bij pandbeheerder Changes, hebben we 2 uitzendingen over gemaakt. Ja, inderdaad. Die waren daar heel goed in. Maar de rechtbank heeft toch gemanifesteerd dat ze 2 miljoen euro moeten terugbetalen aan hun huurder. Ja. 2 miljoen. Wat heerlijk. Wat heerlijk. Is er meer, Lee? Ja, wat ik ook echt heel erg mooi vind vanuit mij zelf, is dat er zoveel mensen naast hun gewone baan dan toch ervoor kiezen om echt hun eigen pad te bewandelen. Bijvoorbeeld Paul Polman, die kennen we nog van 2022. Ja. Die heeft recent een hele mooie nieuwe positie ook aangenomen als gevangene eigenlijk. Wat enig. Nou, we wensen hem alle kracht tijdens deze ontdekkingsreis. Mag ik een hartelijk applaus voor Jens en Emma? Dank jullie wel. Goed. Dan was er afgelopen seizoen nog Nazia en zij werd door een aannemer, Samin, gedupeerd. Hij zou haar huis verbouwen, maar maakte daar een bouwval van. De schade, tonnen. Nou, zij startte een crowdfunding en naar aanleiding van onze uitzending hebben jullie massaal gedoneerd. Maar hoeveel is er nou opgehaald, komt-ie? Meer dan 100.000 euro! Ja! Hebben jullie gedaan! Wij zijn even bij haar langs geweest om haar dat te vertellen. Met nog een andere verrassing. Ze had naast een bewoonbaar huis namelijk nog een droom. Let op. Goedemorgen. Hallo. Alles goed? Ja, goed. Kijk eens. Ja, zeker. Ik heb een bloemetje. Gefeliciteerd met het geld wat is opgehaald. Dankjewel. Dankjewel. Oh, wat lief. Nou, Nazia en Norris, hoe gaat het met jou, met jullie? Het gaat wel, nu gaat het wel veel beter, ja. Ja, het gaat beter.
Ja. Stress voor de verbouwing is nu wat minder. Omdat ja, wat geld verzameld is. En dankzij de lieve mensen. Dus dan kunnen wij starten met verbouwing binnenkort. Dankzij de uitzending, maar ook dankzij alle lieve berichtjes en mensen die hebben gedoneerd. En ja. We hebben echt zoveel reacties ontvangen en daarom hebben we meer hoop. We zijn nu in contact met een aannemingsbedrijf. En zij zijn bezig met offerten. En als alles goed gaat, dan start het eind januari. We zijn echt over de top. Blij, hoopvol, gelukkig. Dankzij jullie is het gelukt. Met zoveel hulp en liefde zijn we overeind gebleven. En hebben we weer hoop in de toekomst. Dank jullie wel. Anastasia, dan heb ik nog een verrassing voor je. Wij hoorden dat jij een hele grote droom had om bij Omroep Max te mogen kopen. Klopt. Ja. En dit is gelukt. Wat? Wat? Oh my god! Nee! Oh, wow, wordt echt een beginner. Oh, dat is echt een hele mooi. Wow, dat is echt te gek. Ja. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Wow. Wow. Wow, mam. Oh, mijn god. Ja, dat waren de highlights. Het was een boeiend jaar, maar er gebeurde natuurlijk veel meer dan alleen boos. We zagen bijvoorbeeld hoe snoeihard cancelcultuur kan zijn en hoe het publieke debat helemaal kapot gemaakt is daardoor, net als personen. En natuurlijk waren er ook verkiezingen. Meest opvallend, ja, jullie raden het eigenlijk al, hè? Henk Krol komt niet meer in de Kamer. Dat is jammer. 50 plus trouwens ook niet, ondanks dat ze op verkiezingsavond heel even dachten van wel. Enig. Ook wel jammer. En Lilian Marijnissen van de SP vertrekt. 7 verkiezingsnederlagen in 6 jaar tijd. En uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dan ook dat dit komt doordat Maurice Stijn al jaren de campagnestrategie bedenkt. Nou goed, omdat er nu dus 150 nieuwe Kamerleden zitten en er een nieuw kabinet komt, is het goed om te weten met wie we nou te maken hebben. Hoe kijken ze naar de wereld en hoe democratisch zijn ze? En om die feiten even op een rijtje te zetten, gaan wij met jullie een spelletje spelen. Daar gaan we! Is het Den Haag of dictator? Ja. We spelen dus Den Haag of dictator. En dat doe ik niet alleen, maar samen met de beste eindredacteur van Nederland, Marije de Rode. Daar is ze. Hallo. Hallo. De spelregels zijn als volgt. Marije leest een quote voor en jullie dan moeten met z'n allen raden of de quote is van een dictator of dat hij rechtstreeks uit Den Haag komt, ons politieke veld. En dat doen jullie door je hand op te steken en te roepen. Eigenlijk zo simpel is het. Dus we doen één keer Den Haag of dictator, doe eens. Oh ja, oké. Okay. Den Haag, ja. Nou, en aan het eind van de avond weet je dus het verschil tussen Mussolini en sommige Kamerleden weer. Of is het duidelijk als er geen verschil is? Dat kan natuurlijk ook. Nou, handig om een nieuw jaar mee in te gaan, zeker, toch? Hartstikke handig. Ja, dan denk je, nou, gaat dat niet wat ver? Nee, satire. Maar weet je wat misschien wel ver gaat? En dat is dit zeggen, Marije. Huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk. Deze stad weer vrijmaken van deze geïmporteerde haatideologie. Oh nee, wat denken we? Den Haag? Ja? Nou, laat maar horen. Den Haag. Ja. Wie was het, Marij? Dit was Sebastian Kruis, woordvoerder van een landelijke PVV. Een raadslid in Den Haag. Ja, moeten we nog een kruisgrapje maken of laten? Nee. Oké, okay. Eindredactie heeft gesproken. Goed geraden allemaal. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Marij, volgende quote. Homoseksuele mannen verleiden jongeren tot homoseksualiteit. Deze is moeilijk, roep het maar. Ja. Den Haag, toch? Iedereen nou, wat was het? Dictator. Niet echt een dictator, maar Heinrich Himmler, leider van de SS, ook geen lievertje, hoor. Nee, uit bron heb ik vernomen dat hij ook geen lieve man is. Nee, wat zegt Den Haag eigenlijk hierover? De lentekriebelsweek, waarin jonge kinderen leren dat het fijn is om hun geslachtsdeel aan te raken.
Of rollenspellen op school waarin kinderen verplicht uit de kast moeten komen. In de afgelopen tijd hebben we gezien dat uitingen over seks en seksuele diversiteit worden opgedrongen. Zelfs worden opgedrongen aan hele jonge kinderen. Even, ik wil even de lakmoesproef. Is hier wel eens iemand gay geworden omdat iemand zei, word gay? Volgens mij klopt het niet wat hij zegt. Ik denk het ook. Nee. Marije, volgende quote. Wie stemt, beslist niets. Zij die de stemmen tellen, beslissen alles. Zo. Ja. Nou, wat roepen we? Den Haag? Den Haag? Ja? Nou. Dictator. Ja, dit was Jozef Stalin. Ja. Oei. Zit niet in Den Haag. Hoor je hoe jammer ze het vinden? Ja, dat het... Oh, we hopen dat iemand in Den Haag dit zei. Oh, nee. Ja. Zegt Den Haag er nog wat over? Tuurlijk, uiteraard. Het is de ene laatste campagnebijeenkomst. We gaan nog een aantal dingen doen tot woensdag. Tot woensdag 9:00 PM blijven wij campagne voeren. Wij stoppen pas met campagne voeren op het moment dat de stembussen gesloten zijn en het grote vervalsen begint. Jullie je zin, toch? Ja, toch gelijk. Toch gelijk. Ja. De volgende quote moeten we er even bij zeggen. Die is wat schokkender. Maar misschien toch dat is wat zwaardere quote. Lees hem zeker, toch maar even zeker, voor. Ja, oké. Okay. Wij dalen uit onze elitaire ivoren torens af naar het volk. Nou, Den Haag of dictator? Ja! Den Haag? Wat was het? Gijs Groenteman. Dat was Gijs Groenteman. Ja, die zei dat in een krantenartikel over SBS6 volk. Ja. Ja. Dit is hoe BNNVARA de wereld ziet. Ja, sorry jongens. Ja, kan gebeuren. Nog eentje? Ja. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. Nou, makkie toch? Dictator? Ik hoor dictator. Den Haag, dictator. 50-50, wat was het? PVV was het, sorry. Het schiet zo. We gaan even kijken naar wat het dan was. Het is walgelijk, voorzitter. Walgelijk dat Nederlanders in eigen land door de eigen overheid worden vertrapt. Maar gelukzoekers uit Afrika en achterlijke Midden-Oosterse zandbaklanden door diezelfde overheid worden vertroeteld. Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen. Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. En verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige open grenzenbeleid. Want jullie maken Nederland helemaal kapot. Nou, helder. Helder, ja. Zeker. Ja. Ook duidelijk goed geïnterpreteerd betoog. Ja, absoluut. Kunnen we ook zeggen. De directie staat achter ons. Vinden die het nog leuk? Wat weet ik niet. Durf niet te kijken. Volgende kijk maandag. We hebben er nog eentje, de finale vraag. Ja, de laatste. Daar gaan we, jongens. De allereerste voorwaarde voor succes is een voortdurend, constant en regelmatig gebruik van geweld. Zeg het maar. Dictator, dictator ja? Nou. Dictator. Ja, applaus. Ja, yes. Wie was het, Marij? Adolf Hitler natuurlijk. Goed old Adolf, hè, dit. Old Adolf, ja. En dit hoor je in Den Haag nooit natuurlijk. Nee, wie zou dit nou ooit zeggen? Nooit. Niemand, toch? Wat ook wel van belang is om ons even te realiseren, is dat het ook niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld. Ach ja, wat moet je erover zeggen? Maar dat Adolf dan een prettige stem, hè? Ja. Lieve vrienden, dit was Den Haag op Dictator. Mag ik een hartelijk applaus voor Marije? Is gewoon een leuk spelletje. Is gewoon een leuk spelletje. Toch? Zo leuk was het ook weer niet. Nou weten jullie gewoon allemaal waar je aan toe bent volgend jaar. En we horen jullie denken, pas nou op. Niet te veel politiek, niet te veel kleuren. Maar zoals een wijs man, een rasechte journalist, een nepnieuwsbestrijder, iemand die openlijk opkomt voor de rechten van iedereen en meester in de articulatie eens zei... Wij zullen u de ongemakkelijke feiten nimmer onthouden. Sterker, die waarheid vertellen is onze plicht. Goed old Arnold. Ja. Had je nog iets wijs, Arnold? Wees nooit bevreesd voor het vrije woord. Nou, nog eentje om het af te leren. Een moment later pakte hij haar van achteren bij de borsten. Haar tepels voelden hard aan als verdroogde krenten. Ja, ik weet het ook niet.
Afijn, zoals wij kritisch kijken naar politieke partijen van alle kleuren, CEO's, oplichters en Jeffries, kijken jullie ook met een kritische blik naar ons. En we kunnen wel heel goed doen alsof het niet zo is, maar we zien en lezen alles. Soms moeten we daarom lachen. En soms moeten we daarom huilen, soms moeten we ervoor in therapie. Maar het houdt ons ook scherp en kritisch op onszelf. En dat is belangrijk, want voor je het weet kijk je niet meer met een oordelend oog naar jezelf. En dan sloop je de huizenmarkt of het hele zorgstelsel zonder enig berouw. En we weten wat we dan krijgen, ja toch? Ja. 24 zetels. Ja. En dus, tijd om eens te duiken in de meest opvallende dingen uit onze commentsectie. Op YouTube, Instagram, TikTok, onze mail en natuurlijk de receptie van BNN Varen. We gaan naar... Fanmail. Ook in 2023 is er namelijk een heleboel gezegd. Er waren een heleboel mensen blij, er waren een heleboel mensen woedend. En de topcomment was natuurlijk van deze man. Ik kom Tim Hofman vermoorden. Ik kreeg heel veel likes van Recherche Gooi in Vechtstreek. Hij heeft ook een goed sponsordeeltje uitgehaald met het Openbaar Ministerie. In ruil voor een aflevering krijgt hij nu minimaal 3 maanden voor arrest. Dat is gewoon goede score. En verder lieten jullie ook nog heel veel hartverwarmende comments achter. Bijvoorbeeld bij de donaties van Nazia. Nou, 2023 was daarnaast ongeveer het eerste jaar sinds 2019 dat er geen comments meer kwamen over Chloe van Temptation Island. Dank je wel daarvoor. Maar in plaats daarvan konden jullie iets anders niet loslaten, namelijk het eindlied met Marije. Kennen jullie dat nog, dit liedje? Ja. Nou, ik heb een verrassing. Ik heb een verrassing. Het liedje komt gewoon niet meer terug. Ja. Is jammer, ik weet het. En we luisteren vaak naar jullie, maar alleen bij goede ideeën. En niet alleen het eindlied van Marije wordt gemist. Ook Marije zelf willen jullie graag terugzien. Alhoewel, Marije, soms vragen jullie ook om Marijke. Dat is een beetje Marije's ja, alter ego die paard rijdt. Maar goed, Marije is inmiddels al een tijdje eindredacteur. Dus die kan niet meer mee op draaidagen altijd. Gelukkig kunnen jullie dat heel goed hebben. Want als de redactie dan 3 maanden bloed, zweet en tranen en een uitzending stopt, dan is de eerste comment van Bas van 24 uit Berkhout: waar is Marije? Of Marijke? En dat is dan precies waar we op gehoopt hadden als we weer iets onthuld hebben. Nou, heel de redactie dan weer in therapie voor het minderwaardigheidscomplex. En geloof ons, er zijn heel veel mensen zoals Bas uit Berkhout van 24. Kijk maar, hier, 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 hier en hier. Je snapt het idee. Nou, buiten dat om, en dat kunnen we echt zeggen, zijn jullie heel meelevend, grappig en lief. En ik zou durven zeggen de leukste en beste achterban van heel Nederland. Applaus voor jezelf, namens de hele redactie. Verder hebben we homofoben er een keer op gewezen dat hun comments homofoob waren. Wat er gek genoeg toe leidde dat al die homofoben heel woedend werden. Dat ze homofoob werden genoemd, alsof ze zich er toch een beetje voor schaamden. Ze dachten, ja, misschien zitten ze nog in de kast als homofoob. En hebben wij ze per ongeluk geout. En daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Hè? Je mag er zijn. Ook jij moet gewoon je tijd kunnen nemen om je neer te leggen bij wie je bent. Namelijk een homofoob. Maar dat hoef je niet constant in ons gezicht te duwen, toch? Ja. Nou, dan is er natuurlijk de kritiek der kritieken. Ik zou al jaren een messiascomplex hebben en mezelf zien als een soort Jezus. Hè? Collega's uit de media bijvoorbeeld vinden dat heel erg. Mars van Roosmalen, Mark-Marie Huibrechts. Eigenlijk voornamelijk mediamannen met vlassig haar, wiens naam met M-A-R-C begint. Maar ook dat zijn mensen. Maar het zet ons toch aan het denken. En we hebben even gekeken en wij dachten, nou, waar slaat dit nou eigenlijk op? Ja, dus ik dacht, ik zet de regels van de redactie nog even op 2 tableaus. Dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Ja. Ja. Duidelijk? Ja. Amen, man. Halleluja. Nou, we lunchen? Ja. 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 Oké. Okay. Eigenlijk praat ik nooit direct met Tim. Dat moet altijd via zijn vader. Nou, vooral fijn dat jullie op zondagochtend even naar de redactie wilden komen. Ja, ik vond het helemaal niet zo fijn dat we zondagochtend naar de redactie moesten komen. Maar ik volg ook maar gewoon het plan van Tim. Nou, proost. Is het nou water? Heel sick. Nice. Hallo? Wie is er? Er staat iemand bij de receptie. Voor jou. Zeg ze? Iets met een knuffel en een handtekening. Oh, zou ik gaan? Beetje azo, toch? Ja. We zijn aan het lunchen. Ja. Maar waarom de fuck zou je het niet doen? Ik bedoel, doe je het voor je fans of niet? Ja, jij zou gaan. Ja, 100%. Gaan? Ja. Oké. Nu. Oké.
Ik ben zo fucking klaar met het overwerken de hele tijd. En voor wat? Die domme persoonscultus van hem. Ik ben echt fucking klaar mee. Oké, hij komt er toch aan. Ja. Ja. Wow, wacht. Wat doe jij? Tot zo, ik ben zo terug. Tot zo. Geen zorgen, geen zorgen. Ik leef nog. Waarlijk opgestaan. Als je ooit stage bij ons loopt, dit is je lot, dit is je lot. Niks aan de hand. Dus, even resumerend. We hebben dus veel comments gehad over Marije. Bij vuurwapengevaarlijke gekken moet je vooral je mond houden, tenzij het letterlijk een tompoes met een AK-47 is. En er is helemaal niets met onze groepsdynamiek achter de schermen aan de hand. Maar we moeten het wel even hebben over één iemand die afgelopen jaar echt onophoudelijk van zich liet horen. In totaal, alles bij elkaar opgeteld, dus comments, filmpjes, social posts, appjes, belletjes, mails, etc., heeft hij, let op, minstens 500 berichten aan of over ons gestuurd. Ja, nee, is echt waar. En dat waren er eigenlijk nog veel meer, maar op een gegeven moment zijn we gestopt met tellen na 500. Wij moesten ook gewoon naar bed, zeg maar. Maar het is wel een record. En de vraag is dan, wie is onze allergrootste fan? Dat is, lieve vrienden, daar komt-ie, Arash Mashadi! Ja. Ja, is nogal wat. 500! Voor wie het niet meer weet, wij maakten begin 23 een uitzending over ene Celestino. Een slechte ondernemer die jonge mensen voor duizenden euro had gedupeerd. En over van alles ook nog had gelogen. Dus, wij in gesprek met Celestino op straat, terwijl zijn scooter een soort halve Tia krijgt. Komt daar totaal overhit naar beneden rennen uit het niets, Arash. En Arash had er zin in. Yo, Tim! Hallo! Heb je zo naar mij gekeken? Hou eens een Hoezo? Ja, ik vind je nog bij sensatie zoeken. Nee, maar weet je, geef ja, je zo te maken. Nee, maar weet je, ik vind het wel leuk om jou te zien. Ja, nou, heel fijn. Nee, maar hou even je advocaat erbij. Ik voordat je om het pad te verlaten. Maar is het jouw pand? Is niet ervan, want ik ga niet met jou in discussie. Oké. Okay. Nou, ik dat is voor mooi. Het pad wij hoeven dan niet met jou in discussie. Ik heb je zo nog naar uitgekeken, man. Ik vind je zo een kneus. Oké. Okay. Ik vind je gewoon zo een onwijs. Ja, wij staan hier. Wij vinden unaniem hebben besloten. Jij bent fucking vet. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik zeg net, je kent het hele verhaal. Ik kom ook gewoon net, dat mag ik doen? Mag ik dat doen? Van mij wel. Ja, dat doe ik je ook. Ja, oké. Okay. Zal ik even een drinkje pakken? Als je wil wel, ja. Wat heb je? Ja, je mag het zelf pakken. Oh. En je hebt een toilet, dan kun je je kraanwater pakken als je wil. Hele gave guy. Ja, toch? Ja, hele gave guy. Arash Mashadi, kandidaat statenlid voor BVNL van Wiebren van Haga. Voormalig teamleider bij de Haagse Hogeschool en ondernemer. En ook nog iets met vastgoed. Nou, Arash wilde dus per se in de uitzending. Hij had er al zo lang op gewacht. En eindelijk kon hij ons dan vertellen dat hij ons programma kut vond. Mijn kneus vond. Hij was alleen buiten adem. En dat bleef hij dus ook nog een half uur lang. Ik wist ook niet of het kon. En daar baalde hij zelf ook van. Kijk bijvoorbeeld naar dit appje uit de BVNL vastgoed appgroep. Die bestaat namelijk. Het was niet gegaan zoals hij had gehoopt. En hij was ook teleurgesteld in zichzelf. En een leuk detail is dat Wiebren van Haga daarop reageerde met het volgende. In de politiek geldt any news is good news. Wat op zich een boeiende take is, aangezien Van Haga nu ergens in de verloren voorwerpen aan het zoeken is naar de zetel die hij kwijt is. Ja. Afijn, Arash ging vervolgens dus naar een therapeut om over zijn onzekerheden te praten, aan zichzelf te werken. En daarna ging het eigenlijk wel weer goed. Eind goed, al goed. Maar niet heus, want weken later op een totaal andere draaidag gebeurde namelijk dit. Wie belt er nu? Een privé-nummer. Nou, neem maar op. Hallo. Hallo, wie spreek ik? Ik spreek met Tim. Tim? Ja. Alles goed? Ja, met jou? Ja, lekker man. Fijn, met wie spreek ik? Ik denk je. Maar we hebben elkaar wel op een hele leuke manier ontmoet een tijdje geleden. Oh, hoe dan? Ja, mijn stem klinkt nu wel iets anders, hè Tim? Ja, ik herken hem niet. Dus jij hebt contact met het bedrijf hier. Dat is wel, folks. En je gaat de politie bellen? Ja, ik ga de politie voor je bellen. Die is al onderweg nu. Oké. Okay. Die heb je nu net gebeld. Ja, die heb ik net gebeld voor jou. Ja, okay. Daar was hij gewoon weer uit het niks. En wij deden net alsof we hem niet herkenden. Maar in feite wisten we natuurlijk precies met wie we te maken hadden. Ik heb echt geen idee. Het enige wat jij doet, is jezelf verrijken over de zielige verhalen van arme mensen zogenaamd. Wij hebben hier unaniem besloten dat jij gewoon de coolste guy bent in Nederland. Nou, dat is, dankjewel. Je bent de coolste moraal in, echt unaniem. Jongens, applausje voor Tim Hofman. Echt, dan wordt je geapplaudiseerd, jongen. Ik moet even zeiken.
Maar... Hallo? Ik leg nu een of andere... Hallo? Ja, ik was even plassen. Ja, dat was ook snel. Ik heb in je broek geplast. Ja. Arash kon dus maar niet stoppen met tweeten, bellen en appen. Hij wilde ons zelfs een award overhandigen, zei hij nog. En nu is hij dus recordhouder ongevraagd in uitzendingen van Booskomen. En recordhouder als het gaat om comments. Met dus honderden en honderden en honderden berichten. Is dat iets om trots op te zijn? Nou, misschien niet. Maar het onderscheid tussen clown en klasse is soms gewoon flinterdun. En dat is ook wel te zien aan dit tweetje waarin hij, al dan niet voor de vorm, mijn hoofd als achtergrond heeft. Maar, zoals Arash altijd welbespraakt zegt... Hoe denk je erbij? Hoe kom je erbij op het idee? Dus wij dachten, als je zo groot fan bent... laten we hem dan toch nog één keer de kans geven... om zijn grote wens in vervulling te laten gaan. En daarom zeiden we, Arash, als je nog wil, ben je welkom... om ons, met ons, in levende lijf te praten. Kunnen we je gelijk feliciteren met je nummer 1 positie. En dat ging zo. Wie is er 1? Oh. Het is weer 2016, verdomme. Arash is natuurlijk onze topcommenter met... Ja, we zijn gestopt met tellen bij 500. Ja. Maar met heel veel posts aan en over ons. Ja, we waren ook moe. Hè? We hebben op een gegeven moment ook andere tijd nodig. We hebben ook ander werk te doen. Maar hij is in ieder geval onze nummer 1. Dus we willen hem graag deze taart overhandigen. Even 1 keer in het zonnetje zetten in ons programma. Dat is toch waar hij volgens mij het liefst kwam afgelopen jaar. Ja, dat ons programma, wel, ja. In ons vizier, in ons blikveld, onze aandacht. Emma, we hebben een afspraak met hem gemaakt. Ja, ik vandaag. Heb het voorgesteld. Tussen nu en 10 minuten zou hij hier kunnen zijn. Ja. Hij zei, ik heb het heel druk. Ja, met Twitter over ons. Ja, klopt. Ja. Ja, wat denk je? Komt hij ja of nee? Ik heb het gevoel van niet, maar ik vind toch dat we ons uiterste best moeten doen om net te doen alsof hij wel zou komen. Ik zou er niks van begrijpen als hij hier vandaag niet komt. Nee, waarom niet? Deze man is zo met ons bezig. Hij vindt het zo fantastisch. Alles om... Ja, nee, dat is wel waar, ja. Hey, we hebben helemaal taart. Ja, ik gun het hem ook. Dit is echt zijn droom. Hij zei het de eerste keer al zo heel lang op gewacht. Nee, ik heb er zo naar uitgekeken. Nou, ja, leuk. Arash! Oh, het regent. Ik zie een soort PTSS bij jou. Toeter PTSS. Nou, inderdaad. Is dat hem? Nee, zijn vrouw. Laten we hem gewoon bellen, joh. Als hij opneemt, roepen we even met z'n allen gefeliciteerd. En toeters. Fluit. Goedendag. Dit is... En zullen we even een selfie maken met de groep? En dan sturen we dat even naar hem op WhatsApp? Ja. Oké. Nou, die is voor Arash. Nogmaals gefeliciteerd, je bent onze nummer 1 fan. Dit was het. Ja, dit was het wel echt. Nu is ja, het klaar. Heb het goed. Doei Arash. Doei. Ja. Maar ook echt. Tot zover Arash. Arash, dank voor alles. Mogen je obsessie leiden tot innerlijke rust en meer zelfverzekerdheid. Wij besteden echt waar nooit meer aandacht aan je. Namens ons allemaal, het ga je goed. Doei. Kunnen jullie dat ook roepen? Doei. 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 En dan is het nu even tijd om vooruit te kijken. Want 2024 komt eraan. Hebben jullie zin in volgend jaar? Ja, toch? Ja. Ja. Optimisme. Mooi, mooi, mooi. Want wat gaan wij met Boos nou eigenlijk doen in 2024? Nou, belangrijk om te zeggen is, wij zijn heus niet blind. We zien de mails in de mailbox echt wel. Israël, Gaza, maak er iets over. Misschien doen we dat ook wel. Maar tot die tijd kunnen we oproepen aan jullie. Roep zelf op tot een staakt het vuren. Demonstreer. Je kan de krant een brief sturen. Je socials helemaal vol spammen. Je kan iets doen. En met de hele redactie willen wij graag benadrukken. Denk aan wat mijn vader altijd zei. Heb uw naaste lief. Toch? Wegwezen. Verval niet in haat naar je islamitische buren of je Joodse collega's. Islamofobie en antisemitisme zijn bedacht door sukkels, voor sukkels. Een soort e-commerce voor mensen die niet meer thuis wonen. En we zijn natuurlijk ook niet doof. Wij horen ook de verhalen over de gesloopte huizenmarkt, beleidsproblemen in de asielketen, bestaansonzekerheid en Gordon die met 3 nieuwe programma's komt. En dan kun je roepen grenzen dicht, maar tussen Nederland en Dubai is gewoon vrij vliegverkeer. Dus die 3 programma's van Gordon komen er. En we zullen het dan ook met z'n allen moeten doen komend jaar, ook na dit nieuws.
En we zijn ook onze smaak niet kwijt. Wij proeven de onvrede in het land ook wel en willen vooral zeggen boos@bnnvaren.nl als wij voor jou een CEO op moeten wachten, een politicus aan de mouw moeten trekken of een oplichter aan het betalen moeten krijgen. We doen dat met alle liefde voor grote en kleine problemen. Dus, wij gaan in 2024 gewoon weer aan het werk met de zaken die jullie ons sturen. We zijn op dit moment al bezig met onderzoeken in Nederland en in het buitenland. En het wordt een jaar waarin we, kan ik zeggen, weinig nieuwe vrienden gaan maken. En dat geeft helemaal niks, want jullie zijn er. En daar zijn we blij mee. Misschien niet zo blij als Helma Lodders, als de online markt opent voor kinderen van 4, maar wel bijna net zo blij, toch? Dus, fijn dat jullie er waren, ook jullie thuis dit jaar. En we nemen jullie graag mee naar het volgende jaar. Mag ik dan een hartelijk applaus voor onze redactie, onze vrienden van Boos en voor jullie zelf. Tot zover de Boos eindejaarshow. In 2024 zijn we weer met nieuwe verhalen. En in de tussentijd abonneer op naar die 1 miljoen. Dit was Boos voor 2023. Fijne feestdagen en tot volgend jaar. Oh, dat is wel een beetje moment. Fan. Deze. Er staat ook geen ingrediëntenlijstje. Dat is collega's. Wat als je allernaarste keer draaien? Als het gaat over jezelf. Uit is? Dat ik een soort buikgriep had, dat ik bij de hele tijd door zat. Zo'n rat, ik ben zo'n rat. En dat gaat, ga je echt niet. Stel, je had dat gedaan. Ja. Zo grappig. Ik wil er nog even eentje proberen, dat niet.